Goedendag, mijn naam is Paul Goossen, door vele Vlamingen en sommige Nederlanders beter bekend als Frank Bomans uit de televisieserie Thuis. Ik woon hier in de buurt van het museum en ik kom hier dikwijls met mijn hond. Telkens hier kom, kan ik niet voorbij het beeld van de professor, van Imre Varga. En waarom is dat zo? Wel, in het begin van mijn prille toneelloopbaan speelden wij in 1983 in het Fakkeltheater het toneelstuk De Dienstnota van Vaclav Havel. En De Dienstnota is een enigszins absurdistisch en enigszins Ionesco-achtig toneelstuk, waarin een zekere professor, een zekere leraar Koens, een universele taal wil ontwikkelen om tussen alle leden van de mensheid de toren van Babel, zeg maar, op te heffen of te verhelpen of te ontkrachten, zodanig dat iedereen zou verstaan door die universele taal. En die leraar wil dat zo eenvoudig maken dat het ontzettend ingewikkeld wordt. Ik kreeg de rol van leraar Koens en ik wist hoegenaamd niet hoe ik daar moest aan beginnen. Ik zag hem niet. Tot de regisseur van dienst zei: Paul, je moet eens naar het Beeldenmuseum gaan kijken en je moet het beeld De Professor eens gaan bekijken. En toen zag ik die man zijn gelaatsuitdrukking, zijn totale wezen en toen begreep ik het. Toen had ik hem. Met dit als resultaat. Toen waren we nog mooi en schoon en jong.